Een heerlijke goeiemorgen allemaal. Fijn dat je hier weer bent op Daily JC. Ik ben JC en ik vlog eigenlijk al, nou ik denk al een jaar of twee, drie, als het niet minder is. Zoiets dik. Nou, superleuk dat je erbij bent. Ik ben wakker geworden, gelukkig maar. Dat is toch altijd iedere dag toch weer een vraag. En ik ga straks naar de dansbot toe. Want de danscreatie heeft zeg maar een soort van, ja, een tak met DC Events. Waarbij ze allemaal soorten events doen. Wat super, super goed is. En super leuk. En ik doe ook mee aan een event. En dat event is vandaag. En dat is bij een soort van gala. En dat gala is in Amare. Waar ik op school heb gezeten ook. Daar treden we op dan. En dan moeten we dansen tussen een soort van diner. Er is een soort van diner. Een heel chic gebeuren volgens mij. En dan moeten we daartussen doorheen dansen. Nou, heel apart. Het is voor mij ook allemaal heel nieuw. We gaan het allemaal meemaken. We gaan eerst nog even oefenen. We hebben echt de hele dag om nog te oefenen. Van 11 tot 4 uur. Wat? Dus dat is een lange dag. En daarna gaan we lekker naar het theater. Het wordt wel ook een hele gezellige dag. Want we zijn de hele dag met elkaar. En we gaan er wat van maken. Ik neem jullie gezellig mee. Tussendoor heb ik echt nog wat vrije tijd. Kan ik even editen of zo, weet je wel. Dus dat komt helemaal goed. Fijn dat je kijkt, doe een duimpje omhoog en vergeet je zeker niet te abonneren. Het is gratis. Oké, ik doe mijn nieuwe jas aan. Ik weet alleen nou niet of dit zo'n slim idee is. Maar ik heb anders even jas, want die andere heb ik even in de was gedaan. En het is ook niet meer zo lekker weer hoor. Als in temperatuur. Het verschilt heel erg. Dus ik vind het voor vandaag erg fijn, maar ik moet hiermee uitkijken. Ik heb hem niet ingespoten of zo. Met een bepaalde spray. Maar het gaat hopelijk niet regenen. Dat scheelt. Anyway, ik heb ook iedere dag, jongens, mijn wekker gezet voor een daily question. Dus dan kan ik het niet vergeten. Sorry daarvoor hoor. Het was de afgelopen tijd een beetje warrig. But we're back. Nou, alle Halloween grappen en frollen en trollen en snoppen zijn voorbij. Het is nu weer lekker tijd voor kerst. Nee, ik heb dat altijd met Halloween. Nee, ik zeg het helemaal fout. Eerste tijd voor Sinterklaas. Eerst Sinterklaas, dus nou weer voorbij dat Halloween, nu lekker Sinterklaas. Vind ik ook heel leuk. En dan kerst en oud en nieuw. Maar laten we beginnen met Sinterklaas. Maar even, ik vind het wel ook weer zo fijn dat Halloween dan ook weer voorbij is. Alle dingen weer uit te schappen, weet je wel. Op een gegeven moment wordt het je zo, komt het zo tot hier. Word je helemaal benauwd van alle Halloween items. En niet verkleed te hoeven gaan. Dat vind ik ook erg fijn. Meer. Geen Halloween outfit met nep bloed, bah. Oké, jongens, ik ga heel even... Wow, zij rijdt gewoon over die stoep. Hup, in dat vak. Wow. Voor mijn voeten. Ik ga even lekker wat halen bij de supermarkt. Want ik moet toch de hele dag door. Hier, weer zo'n item, jongens. Met korting, maar is echt tot vandaag goed. In november. En wat een contrast. Ik heb een lekkere jus d'orange. En ik pak ook nog echt een colaatje. Vind ik zo lekker. Zo, ik kom net even terug van oefenen. En ik ga nu even naar huis, want er zit nog tijd, dus het komt al een beetje net ongelukkig uit. Qua tijd, ik zat na te denken, moet ik nou eerst nog even naar huis gaan? Of... Want ja, als ik misschien thuis ben, dan moet ik haast alweer naar het theater toe. Maar ik heb nog wel even, dus ik ga gewoon lekker nu eerst naar huis. Kan ik daar even alles chillen. En dan vanuit huis ga ik naar Amare toe voor het voorstellingetje. We hebben het in ieder geval allemaal af. Maar we moeten even natuurlijk een soort van rekenen, want je moet tussen tafels dansen. Het zijn allemaal ronde tafels. Maar ja, er zitten natuurlijk heel veel mensen aan. En hoeveel tafels heb je per rij? Hoeveel rijen heb je? Dus het was een beetje rekenen. Waar dansen we doorheen? Je moet je voorstellen, het is niet heel breed. Dus ook qua passen, hoe ga je dat dansen? Een beetje moeilijk, maar goed, het is gelukt. Goed, nou het is een hele grauwe dag. Echt, moet je kijken. En ik ben lekker thuis. Ik heb even weer wat dingetjes geregeld. Een factuur verstuurd. Een bel gepleegd. Agenda bijgewerkt. Appjes gelezen. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Dat moet je toch maar tussen voetstappen doordoen. Ik ga even genieten van mijn colaatje. En ja, ik moet over een uurtje eigenlijk alweer weg. Maar het is toch heel lekker dat ik... Ik dacht, eigenlijk zou ik nog even een uurtje slapen. Maar dan word ik niet meer wakker, denk. Dus ik vind het prima. Ik vind het heerlijk om even... Ik ben toch blij dat ik de keuze heb gelegd om even naar huis te gaan. En ik ben lekker aan het lopen naar Amare. Spannend. We gaan zo optreden. Ik heb alles weer bij. En het is zo raar weer. Ik heb het de hele dag al het idee dat het gewoon nacht is.
Of avond dus. Ik heb een heel rare feeling. Maar goed. Ik moest er bij de artiesteningang ingaan. En dat is eigenlijk aan de zijkant van het gebouw. Maar ik ben volgens mij de enige of zo. I don't know. Ik heb geen idee. Hier zit gewoon een yoga studio. Huh? Dat is ook nieuw. Wat apart. Nou, je ontdekt de raarste dingen. Ja, dit is de artiesten entrance. Throwbacks. Goedenavond. Hallo. Hey. Goedenavond. Goedenavond. Waar zitten we? Blijft die camera aan je bek. Ja. Met hele die camera. Fleur. En een buiging. En het orkest. Ja. Ja, doe het even. Oeh, hi. Jullie hebben langs, hè? Ja, dat klopt. Zo gaan we. En 7, 8 en 1. En buig. En de da. En de. En de. Ah. En de zij. En slagen. En zij. Ja, dan gaan ze in de achter, gaat de doek zo naar beneden. Ja. En dan is het 1, 2, zo. Mijn dag is ervoor. Zo, en klaar, doei. Nee, maar Anna en Elsa die gaven nog een knuffel. Oh, sorry. Oké, jongens, hier is DC Dance Events. DC Dance Events. Ja, het is hartstikke gezellig. Ik zou even wat voor ons Insta. Wat moet je doen? Oh, hallo. Oh, vlog voor de Insta. Heb je mobiele 06? Mijn broek is wel. Nu kan ik even wat filmen. En nou, er treden dus allemaal mensen ook op hier. Het is echt een heel groot gebeuren. En ik ga even nog even naar DC Passion. Hi. Gezellig. Fleur! Ja, hier. Kom. Oké, we gaan toch even op onderzoek. Oh, ik krijg helemaal flashbacks met Wouter hier, jongens. In de gang. Jongens, druk op de knop. Ik kom er wel nog terug zonder. Ja. Ja, want dit is gewoon met knoppenbering. Ik ruik al helemaal een diner. Knoppenbering. Dat ruikt echt naar iets. Oh, kijk, want ze hebben hier helemaal een keuken natuurlijk. Maar gaat het doek wel open? Ja, bij jullie wel, want dan zitten al die mensen. Want dat is wel leuk, want we dansen op... Ik weet niet of ik het mag filmen eigenlijk. Sorry? Nee. Dit is zo mooi. Wat is dit? Oh my god. Nee, dit... Nee. Wat een prachtige tafels. Tafels, ik ben gewoon onspreekbaar. Ja, prachtig. Oh, dit is heel mooi. Mooi zeg. Hé, hey, maar wat een ruimte. Wat is het ver. Nou, veel. Nee, weet je wat ik zo leuk vind? Ja, met de podium. Dat het best wel kunnen aanvoelt. Maar het is... Ik denk heel glad. Ja. Op balletschoenen glad. Schat, je moet op balletschoenen. Ja, dat weet ik. Maar het is heel glad. Ja, maar anders ook. Oh ja, het is best wel glad. Ja. Ik ken deze vloer. Ja, het is best glad. Maar dat komt wel goed. We staan ook op die dingen, hè? Alleen even uitkijken met de travels door de dingen heen. Nou, maar het is veel ruimte, hoor. Toch? Jeetje. Oh, mooi zeg. Ik sta ervan te kijken. Thuis. Kijk jongens, hoe prachtig. Het is echt gewoon... Dit is zo mooi. Ik sta er echt van te kijken. Maar kijk die bloemen op die tafel. Het is niet normaal. Het is ongekend. Oei. Wel jammer. Oh, je ziet het helemaal niet. Oh, ik moet mijn haar nog wel doen. Hoor. Ja, thumbnail. Ja, thumbnail. Ruby, ja, moet je kijken. Het is helemaal een oh, misschien ken ik iemand. Karin Hofman. Ja. Maar hoe kom je op? Ja, via hier. Via hier kom je op? Via dit doek? Oh, ik hoor wijnglazen. Ik weet niet waar je begint. Wij beginnen hier, Fleur en ik. Ik moet het even tot in me op laten komen. Nee, wij beginnen daar. Dit is zo gek. Ja. Jongens, er is hier gewoon een keuken achter het toneel. Ja, ik sta ervan te kijken. Hé, maar lekker een buffet zie ik. Ik schuif zo aan. Kijk, al die schalen. Nou, ik film dit allemaal. Ik weet niet of het mag, maar ik doe het toch. Maar dit is toch grappig dat wij hier gewoon, dat ik hier dans en dat dit hier ook allemaal gebeurt. Heel gek. Nou, ik dans twee hoor. Niet meer. Nou ja, vandaag. Ja. Hallo. Hier, buiging. En één. We mogen in de zaal zitten. Kom. Kijk, dit is die orkestbak. Esther en Jeroen. Jason? Ik, Esther en Jason. Sorry,
Trying to picture my life without you is like trying to imagine the sky without blue doesn't make We zijn lekker bezig, omkleden. Dit is onze kostuum. We hebben net lekker even wat gegeten. En we gaan zo beginnen. Ik kan niks filmen, denk hoor. Want het is allemaal... Dat kan niet. Het is allemaal secret. Ja, het is secret geheim. Zo leuk, hè? Dag. Dag, Ruby. Hi. Ik zit ook weer te rekenen. Ja, Ruby. Juf Ruby zit alleen maar te eten, joh. Dat kan niet. Jij bent toch juf Ruby? Ja, de meester Jason. Ja, en juf Esther, juf Lissy, juf Fleur. We zijn allemaal juffen en meesters. 5, 6, 7, 8. Doe eens. 6, 7, 8. Kan ik even buiten doen? Oh, we moeten weer terug. Oh. We lopen 25 minuten uit. Ja, ook zoiets. Zet hem op, hè. En als het misgaat, is ook niet erg. DC Events. DC Company. Nee. En een buiging. Bijna vol hoor. Ze zijn bezig, maar dat is helemaal open, joh. Hey, en we zijn klaar. Nou, het was een feest. Het was zo leuk. Ik vind het echt heel leuk dat, dat ik dit heb mogen doen. Ik moet je heel erg zeggen, aan het begin dacht ik van, wat gaat dit worden? Ik wist niet echt veel. En toen kwamen we hier binnen in die zaal met die prachtige versierde tafels. Het was echt heel mooi. De coulisses waren omhoog. Er werd ook echt gegeten op het toneel. De dansvloer was er ook uit. En dan zag je mooi de zaal. En er werden allemaal prijzen uitgereikt. Het was een heel evenement. Maar het was echt geweldig. Wauw. Ja, en jongens, ik heb dit... Weet je, ik doe dit nooit. Ik heb dit nog nooit gedaan. Zo tussen tafels door te dansen. Maar het was zo'n leuke ervaring. Het is goed om dit soort ervaringen op te doen. Dan... Weet je gewoon voor altijd dat je op verschillende podia kan optreden, toch? Met verschillende gelegenheden. Nou, ik stond er echt van te kijken. En het was zo gezellig met elkaar. En we hebben eigenlijk helemaal niet zo gek lang gerepeteerd. We hebben een keer op maandag geoefend, 2 uurtjes. Nou, vandaag. En het staat. Weet je, in zo weinig tijd kan je eigenlijk zoiets leuk doen. Ik ga toch nog even voor die tram. Dus nee, helemaal leuk. Op naar het volgende evenement. Ik kom eigenlijk haast niet meer bij woorden. Ik ga nu lekker naar huis toe. Ga ik me even klaarmaken. Want misschien dat ik nog wel even uitga. Again, ja. Het is heel erg. Maar goed. Nu heb ik vakantie. Maar dat betekent dat ik heen moet en dan gelijk weer terug. Want het is nu al 10 uur of zo bijna. Dus het is... ik ga met dingen gooien. Het is al best wel laat, zeg maar. Maar goed. Ik ga eerst even naar huis, hoor. Even acclimatiseren. Ik heb ook mijn trainingskleding aan. Dus ik kan ook niet gelijk door. En die tas... Daily question time, jongens. Mijn wekker ging net, voordat ik moest optreden. Ik heb een wekker gezet, dat ik iedere keer de daily question niet moet vergeten. En de vraag van vandaag is... Als je naar het theater gaat, wat vind jij dan het allerleukst om te bewonderen? Een dansvoorstelling, een orkestvoorstelling, een opera... Of een cabaret show, of een presentatie van iets...
I don't know wat er in het theater allemaal wel niet kan gebeuren. Laat het even weten. Misschien een lastige vraag. Misschien ben je nog nooit in het theater überhaupt geweest. Maar let me know. Ik ben heel benieuwd. Ja, lief allemaal. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga uiteindelijk niet meer uit. En dat is ook goed ook. Want ik was helemaal vergeten. Morgen heb ik een hele spannende afspraak. Ja, en dan wil je natuurlijk weten wat. Nou, kijk dan zeker naar de vlog van morgen, jongens. Tot morgen.